Like deze video alleen als jij niet bang bent. Op dit moment. Ja, oké. Er werd vanmorgen op het Broekheffen nieuws verteld dat je niet naar de arcade mag vandaag. Maar waarom dan niet? Oh my gosh. Deze machines die staan er altijd. Maar deze heb ik nog nooit gezien. En ik ben niet de eerste die het probeert. Let's go. Waar ben ik? Het ziet er naar uit dat we in een dierenwinkel zijn. Oké, wacht even. Wie hebben we daar? Laten we als allereerst de hendel omhalen. Hallo, muisje. Dan moeten we nu heel voorzichtig langs het speelgoed heen. Oh, nee. Maar wacht even. Ik ben geen huisdier. Laat me met rust. Ik moet heel snel op deze knop drukken. Hij zit zo op mijn hielen. Ik kan hem bijna ruiken. En hij mag serieus wel een keer douchen. Springen. Springen. Hier overheen balanceren. Oké, dit is de allerengste speler ever. Dat kan ik je vertellen. We wachten hier. En we gaan snel weer verder. Oh my gosh. Nu snap ik waarom alle spelers in Broekheffen dit spel niet hebben overleefd. Dit is zo lastig. Wacht eens even. Dat zijn heel veel bruine bonen. Oh, we kunnen dit ook first person spelen. Wat vinden jullie meestal leuker? Om uit de ogen van je karakter te kijken of om hem op een afstandje te zien. Op deze manier. Dit maakt het natuurlijk wel een stuk spannender. Oké, we gaan snel verder om te kijken of we misschien een van de dieren kunnen redden. Kijk naar boven. Oh, waarom nou? Nee! Ja, misschien kan ik het toch beter zo spelen. En dit doet mij toch weer denken. Waarom zijn er nou geen huisdieren? In Broekheffen. Dat zou zo leuk zijn. Oh my gosh, waar zijn we? Het is ineens heel stil en dat vertrouw ik niet. Maar wij zitten in een soort van achtbaankarretje. Waarom gaat het alarm af? Oh nee. Oh my gosh, dat meen je niet. We gaan over de kop. We gaan over de kop. We gaan zo snel. Oh, dit is enger dan ik dacht. Ik dacht dat we gewoon een kat mochten aaien vandaag. Oh nee, waar zijn we nu? Wat snap je niet van uitkijken, Job? Ja, oké, maar het is lastig. Oké, hier naar beneden toe. En nog een keer naar beneden. Oh nee, dat ziet er eng uit. Als jij één huisdier zou mogen toevoegen in Broekheffen, welk huisdier... Wat? Welk huisdier zou dat dan zijn? Oh nee, dit is die enge speler. Oh, daar heb je hem weer. Oh nee, volgens mij had ik hier beter niet naartoe kunnen gaan. Snel, snel. Oké, ik denk dat ik het al begrijp. Ik had heel snel hier omheen gemoeten. Heeft hij nou rolschaatsen? Hij heeft rolschaatsen aan. Is dat niet een beetje oneerlijk? Ik heb hamburgerschoenen en hij rolschaatsen. Oké, we gaan snel hier naar beneden. Oh. Ik ben letterlijk de vloer aan het dweilen met mijn gezicht. Dat is niet fijn. We gaan naar het aquarium. Oké, vissen zijn cool. De vraag is alleen, wat voor vissen? Ik hoop niet dat het een haai is. Hier naar boven toe. Hier naar boven toe. En weer een laser. Oh, als je ooit een Roblox hobby hebt gespeeld, dan heb je ooit een laser gezien. Wat is dit? Oeh, bonen. Spinnenwebben. Oeh. Piranha eten. Ah, wacht. We moeten de piranha voeren, zodat wij er snel langs heen kunnen zwemmen. Dat is zo slim. Wil je mij een taco voeren? Nee, Bob. Nou, dan gaan we hier snel naar boven toe. En dan moeten we uitkijken voor al deze berenvallen. Ik zei het toch. Dit is de engste speler die je ooit hebt gezien. Oké, hier overheen. Je kunt zeggen wat je wil, maar we komen wel aan onze beweging toe. Wat best wel goed is, want nu ik er over nadenk, wil je een pogo stick? Die heb ik niet nodig, natuurlijk. Want nu ik er over nadenk, soms in Broekheffen, beweeg ik niet zoveel. Oh. Dit is zo leuk. En ik kan er zelfs mee klimmen. Oké, ik ben echt heel benieuwd waar we nu uitkomen. Is dat niet Mr. Stinky? En we kunnen hier een blik met bonen krijgen. Die drinken we. En nu zijn we veel sneller. Oké, ik wil het hier niet over hebben. Die moet je nooit in de klas drinken, want ik heb medelijden met je medeklasgenoten. We kunnen een poepjeskanon halen. Maar werkt dit ook echt? Het antwoord is ja. Laten we dat zometeen uitproberen op de enge speler. Ik ben benieuwd of dat werkt. Oké, volgens mij zijn we er nu bijna. Maar deze hobby is echt lastig. Hoeveel scheetjes heb ik vandaag gelaten? Kan iemand een gokje doen in de reacties? Voorzichtig, perfect. Kan ik het op die hond testen? Het werkt niet. De hond is scheetjes immuun. Oké, we gaan hier naar boven. Die wil ons waarschijnlijk opeten. Dus voorzichtig. Hier overheen, hier overheen en hier overheen. Hier weer een hond. Oh nee toch. Ik denk dat ik dit wel goed kan gebruiken. Een speedcoil die ons veel sneller maakt. En nu val ik. Misschien moet ik niet snel zijn, maar gewoon kunnen vliegen. Ja, kijk. Dat werkt vele malen beter. Alleen vanaf nu wil ik hem niet meer gebruiken, want ik wil het eerlijk houden. Oh nee. Wacht, ik ga nu mijn scheetjes kunnen opproberen. Het werkt! We hebben hem gelijk verslagen. Wat? Job, hoe heb jij de eindbaas verslagen? Met een scheetje. Oké, nu kunnen we de portaal door. En we zijn weer terug in Broekheffen. Maar nu ben ik nieuwsgierig. Kunnen we misschien nog zo'n kast vinden? Deze deur, daar heb ik eigenlijk nog nooit achter gekeken. Oh my gosh. Oeh, voorzichtig hier langsheen. Wat is dat? Oh nee. Ik denk dat ik al weet wat dit is. Dit is de Tower of Hell en een hele populaire fietshobby met elkaar gemixt. Dus het is echt super lastig om deze te halen. De normale fietshobby is ook al heel moeilijk. Maar dit is voor de mensen die het nog moeilijker voor zichzelf willen maken. Ik ga proberen dit te halen zonder ook maar één keer af te gaan.
Dat gaat me niet lukken. Ken je dat? Oh, auw. Ken je dat? Dat je een doel voor jezelf stelt. Maar terwijl je het uitspreekt, denk je al... Oh, gaat waarschijnlijk niet goed komen. Oh my gosh. Oeh, oeh. Wat bedoel ik? Gelukkig zijn er wel checkpoints. Iets wat je in de Tower of Hell volgens mij niet hebt. Oh my gosh. Oh, dude. Dit is echt zo moeilijk. Ik heb de normale fietshobby al wel een keer gehaald en gespeeld. Ik bedoel, gespeeld en gehaald eigenlijk. Maar de vraag is of ik dat met deze ook voor elkaar ga krijgen. Dit gaat namelijk veel sneller en de obstakels zijn vele malen lastiger. Al moet ik zeggen, tot nu toe gaat het best wel goed. En je ziet een balk middenboven in beeld staan. Nou, pas als wij bij de laatste kleur op die balk zijn, hebben wij de obby gehaald. En we zijn al bijna op de helft. Oh my gosh. Dit gaat sneller dan ik dacht. Oh my gosh. Oké, kom op. Nog een klein stukje. Ja, over de piramide heen. Als het een piramide moet voorstellen. Oh, dit is een hele dunne weg. Oh, ik weet niet wat ik moet zeggen bij dit soort games. Ik bedoel, mijn concentratie is 101%. Heel voorzichtig hier overheen. En we hebben de checkpoint. Ik weet niet of het zo is dat elke kleur het een stukje moeilijker maakt. Ik denk eerlijk gezegd van wel. Oh, daar gaan we. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, kan ik een salto maken? Oh, snel. Ik heb denk ik wel 100 verschillende obby's in Roblox gespeeld door de jaren heen. Maar nog geen eentje op mijn fiets die zo moeilijk is als deze. Als jij nou een obby op een voertuig zou mogen spelen. Een motor, een step, een pogo stick, een eenwieler of misschien wel in een auto. Welk voertuig zou jij dan kiezen? Oké, tot nu toe gaat het eigenlijk... Oh, ik kan het beter gewoon niet zeggen. Vaak als je zegt dat iets goed gaat, gaat het ineens niet meer goed. We kunnen letterlijk de gouden fiets kopen. Die moet ik hebben, denk ik. Ik kende dit spel 5 minuten geleden ineens, maar nu moet ik hem hebben. Wauw, die is gaaf. En ik heb nu iets gekregen waarmee ik dus ook nog eens een keer hoger kan springen. Oh, en dat is niet altijd handig. Kijk, dat is het hele ding. Soms dan helpt vals spelen, wat best wel gemeen klinkt. Maar soms werkt het juist tegen. Kijk, hier bijvoorbeeld. Als je te snel bent, wordt het juist te moeilijk. Oké, daar gaan we. Nou, dan hebben we daar nog wat extra snelheid. En we zijn al op 3/4. Dus nog maar een klein stukje te gaan. Oké, nu ga ik hem wel gebruiken. Oh, nee. Nee. Oeh. Stel voor je kijkt naar boven en je ziet mij ineens op een gouden fiets zweven. Wat denk je dan wel niet? Oké, daar gaan we. Oh, nee. Nu wordt het echt heel lastig. Ze geven je het idee dat het op zich best wel te doen is. Maar dan kom je ineens hieruit. En wordt het vele malen lastiger. Oké, kom op. Nog een klein stukje hierop. Oh, nee. Oeh. Oké, dit is echt super schuin ook nog eens. Dus dat maakt het nog moeilijker. Oh nee, stop. Wacht, hier ga ik hem wel gebruiken. Spring. Oké, perfect. En let's go. Nu moet ik hem hebben. Kom op. Oh, yes. Hier kunnen we makkelijk overheen. Dat zijn denk ik een soort van lasers. Oh my gosh. Oh. No way. Oh. No way. Oh. Niet waar. We hebben hem in 1 keer gehaald. Oké, maar nu wordt het heel lastig. Want dit is namelijk het allerlaatste level volgens mij. Oh my gosh. Ik heb geen idee hoe dit kan. Maar ik doe het eigenlijk best wel goed. Oh my gosh. Nee. Ik denk dat ik mijn gravity coil misschien hier beter juist niet kan gebruiken. En pas op het moment dat ik echt denk dat ik nog maar 1 hoge sprong moet maken om er te komen. Oh my gosh. Nu, nee. Ik moet hem op dit moment halen, anders heb ik een probleem. Maar volgens mij... Nee. En nu moet ik weer opnieuw beginnen. Oh nee. Abonneer voor meer en adios.